iemand boos, toen werd Rob Jetten boos. Ja. Ik vind dit echt kwalijk wat er nu gebeurt. Ik zou graag aan de heer Omtzigt willen vragen dat hij even nuanceert wat hij zojuist heeft gezegd. Het zijn niet tegenvallers, het zijn mogelijke tegenvallers. En het is aan een nieuw kabinet om daar verstandig mee om te gaan. Ik zou aan de heer Jetten willen vragen zijn eigen brieven te lezen. Punt van nee. De heer Omtzigt heeft het woord. We gaan even naar de heer Omtzigt luisteren. Nee, kort. Een persoonlijk feit. Ik heb geen brief gestuurd aan de informatietafel. De informatietafel heeft ambtelijke inventarisaties gekregen. Maar we gaan hier niet de indruk wekken dat ik of mevrouw Jezielkes of een andere minister verantwoordelijk was voor de inhoud van die brieven. Klaar mee. Waarom was hier reden tot boosheid? Ja, dit is misschien voor mensen thuis ook even moeten vragen. Ja. Kijk, die informatietafel heeft op een gegeven moment gevraagd... Hoe staat het met de overheidsfinanciën... en zijn er misschien nog mogelijke risico's of financiële tegenvallers de komende tijd? Dat is een heel brave aangeleverd. Allemaal ambtenaren hebben echt knijterhard gewerkt om dat allemaal in kaart te brengen. En Omtzigt heeft nu al anderhalve week lang de indruk gewekt... alsof het één grote teringzooi is. Sorry voor het woord. Maar een complot een beetje... aan plastic. Ja, alsof er een soort van complot is... dat op al die ministeries mensen allemaal dingen voor de heer Omtzigt geheim hebben gehouden... en dat het daardoor onmogelijk is om een fatsoenlijk kabinet te vormen. En dat is gewoon echt pertinent onjuist. De Schatkist van Nederland staat er beter voor dan in decennia. En natuurlijk zijn er mogelijke risico's... en kan het minder goed gaan met de economie... en moet je op een gegeven moment ook weer keuzes maken. En dat is het hele punt. Als je 20 zetels hebt gehaald, Pieter Omtzigt... dan moet je verantwoordelijkheid gaan dragen in het landsbestuur. En dan moet je op een gegeven moment ook durven kiezen... wat doen we wel en wat doen we niet. En dan moet je niet allerlei complotten de wereld in gaan helpen... alsof dat heel Den Haag er één grote bende van heeft. Nog één.